dat we ons uit die crisis moeten innoveren. En wij staan eigenlijk te trappelen om daar een forse bijdrage aan te leveren. En als je naar onze mensen kijkt, wat drijft hen? Dat is inderdaad door dat verschil te maken met innovatieve oplossingen voor die grote maatschappelijke transities. Dit raakt burgers allemaal rechtstreeks. Dit gaat niet over technologie, dit gaat uiteindelijk over welvaart en welzijn van mensen. Daar gaat het over. Die bijdrage willen we leveren en daar zijn onderzoekers, daar komen ze graag hun best voor uit. En dat is vervat in de conference. Ik denk dat de rol van toegepast onderzoek in Nederland, maar ook wereldwijd, kan eigenlijk niet overschat worden. Innovaties moeten niet alleen technisch haalbaar zijn, maar ook opschaalbaar, rendabel, maatschappelijk relevant en gewenst. We hebben altijd die ambitie gehad om naar die 2,5% R&D te gaan. Dan moeten we kijken hoe we het MKB meekrijgen. Wij hebben jullie de komende jaren hard nodig en harder dan ooit. Jullie hadden een belangrijke rol en die rol wordt alleen nog maar belangrijker. En dat is juist dat wij innovatie moeten gaan versnellen. En ook een plan, à la misschien wel Duitsland, jaar op jaar daar ook verdubbelaars op gaat inzetten. Investeren in toegepast onderzoek is ook investeren in de toekomst van ons land. Volgens mij hebben we momentum. Zijn wij hier in ieder geval, Mustafa, Eppo en ik, supporten om dat ook te benutten.